Ontspannen gezichten vandaag bij de wethouders van Dordrecht. Ze hebben dan ook eindelijk weer wat te besteden. In 2017 al 8,5 miljoen extra. Er is eigenlijk een groot overschot op de jaarrekening van vorig jaar. Dat is in totaliteit een fors bedrag. Dat gaan we niet allemaal uitgeven vanzelfsprekend, want we houden een forse algemene reserve. Maar daarbij is dus ook ruimte ontstaan om nu de komende jaren ook nieuwe investeringen te kunnen doen. En dus wil het college onder meer extra geld steken in kunst in de openbare ruimte. Een nieuwe opzet voor de bibliotheek. De viering van de Dordtse synode. En een opknapbeurt voor het stationsgebied, met name hier aan de achterkant. Daar kijken we eigenlijk bij al die investeringen naar, wat zijn de effecten. Dragen die bij aan de ambities die we hebben met de stad en maken die de stad ook sterker en beter. Maar veruit de grootste investering wordt gedaan in de Dordtse sportparken. En daarmee te hopen ook te bewerkstelligen dat verenigingen sterker worden, dat sport bereikbaar blijft voor veel mensen. Dus dat vraagt de nodige investering. Is al bekend ook hoe dat geld verdeeld gaat worden onder de verschillende clubs? Nee, we hebben vorig jaar een voorstel gedaan dat dit verschillende sportparken betreft. Sportpark Schenkeldijk, Sportpark Corridor en Sportpark Patersweg in eerste instantie. Maar de verdeling daarvan die is nog niet concreet. De plannen van het college moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Die buigt zich er eind juni over.